De brain drain binnen de zorgsector, het wegtrekken van deskundig kader uit de zorg naar het buitenland of elders, is zorgwekkend. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor het leveren van diensten aan het publiek. Tijdens de persconferentie van de Algemene Bond van Personeel in dienst van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, vrijdag jongsleden, heeft de bond aangegeven dat dit zorgpunt dringende aandacht behoeft. Het collectief van de ziekenhuisbonden heeft ook dezelfde zorgen met betrekking tot dit vraagstuk. Voorzitter van de bond, Lloyd Pohl, geeft aan dat de directie van het Academisch Ziekenhuis middels een presentatie de gevolgen van brain drain heeft bekendgemaakt. Het is zover dat je op bepaalde afdelingen eigenlijk geen ervaren personeel hebt. En dan begrijpt u wat mijn collega hier heeft aangegeven wat dat betekent. Omdat je een verpleegkundige kan opleiden, maar een gespecialiseerde verpleegkundige moet niet alleen in de schoolbanken worden opgeleid. Die doet ervaring op de werkvloer. Daar doe je competenties op. Maar als het ervaren personeel massaal wegtrekt, dan begrijpt u dat je die ervaring eigenlijk bijna nergens meer kan halen. En de afdelingen die wij hebben genoemd, zijn slechts een greep uit de werkelijkheid. Een ander knelpunt voor de leden aangesloten bij de verschillende ziekenhuisbonden is de medische en secundaire voorwaarden voor de zorgverleners. De bond had eerder bij gesprekken met het ministerie en de directie als eis gesteld dat de medische verzekering van de leden moest worden herzien. Ze zijn van mening dat zorgpersoneel ook tot frontliners behoren en ook recht hebben goede medische zorg, medische voorzieningen. Wij hebben gevraagd dat er, we zeggen het met een mooi woord, een premiumkaart, omdat andere essentiële diensten ook een premiumkaart hebben gehad. Maar wij hebben in elk gevraagd dat er aanpassingen komen voor onze medische secundaire voorwaarden, omdat het niet kan dat iemand die verzekerd is, duur moet betalen voor medicatie, terwijl je elke maand jouw bijdrage doet bij de verzekering. En in dit geval bij SFF. Het kan niet zo zijn dat je binnen de zorg werkt en dat jij zelf problemen hebt met de aantal dingen, eigenlijk diensten welke jij eigenlijk zelf biedt aan anderen.